Dus daarom zeg ik dat iedereen spreekt er echt schande van. Ja. Ja. Maar wat heeft u dan gedaan? Nou, een paar, de caravan is een paar dagen te laat uit de schuur. Omdat we de datum vergeten waren. En geen herinnering gehad hadden van de gemeente. Want dat hoefde niet, werd er me gezegd. Dus even die paar dagen. En dan die som. Nee. Ik heb gewoon geen woorden meer voor. Jos Nietzsche, een gewezen schaatser, een gewezen paprikakweker. Wat kom jij doen in het gemeentehuis vandaag? Ik kom de boete aanvechten die gegeven is aan de familie Kasticum vanwege stalling van caravans. En uiteindelijk ging het nog aan 3 caravans die een week te lang in hun locatie gestaan hebben, in hun schuur. En daar is een boete voor gegeven van in eerste instantie €10.000 en dan later teruggebracht naar €5.000. Die mensen moeten maandelijks €208 betalen. Ze hebben inmiddels 3 termijnen betaald en dat gaat 25 maanden door. Dat is een boete, ja, voor een grote crimineel, denk ik. Ja, daar heeft de politie ook al tegen ons gezegd. En iedereen die weer over spreken. Mijn zoon schoon het ook. Die zit in heel Noord-Holland. Want die ene voor hun baas dan natuurlijk. En die hebben gezegd ook, wat is daar in de hand? Ja. En waarom heb jij je daarvoor opgeworpen? Nou, in eerste instantie woon ik in Heemskerkerduin. Ik ken de familie goed. En ik ben betrokken bij deze gemeente op alle mogelijke manieren. En ik vind dat deze mensen bijzonder veel onrecht aangedaan is. Want je kunt beter een hasje telen of dergelijke, of een boom beroven. Dan krijg je niet zo'n zware straf als dit. Vanuit het verleden weet ik dat het gewoon toegestaan was om caravans in de schuren te zetten. En waarom het later veranderd is, is mij niet bekend. Terwijl het landelijk beleid, een rapport van Altera, wat aangeboden is aan de regering, leegstand in de agrarische sector is zeer groot. Want dat agrarisch volhouden in de Heemskerk gaat niet meer. Ja, want het is natuurlijk een mooie bijverdienste, een caravanstalling. Buiten dat, landelijk beleid is dat herbestemming noodzakelijk is, anders verpaupert het. Er binnen nog maar 5 tuinders en de rest is of gestopt of ze moesten stoppen. Dat het niet kon de bolwerken wat erg genoeg is, want het gaat heel erg slecht. En het is allemaal te groot. Nou heb ik wel begrepen dat de mensen gewaarschuwd zijn. En dat ze eigenlijk al die hele caravanstalling ontruimd hadden op een paar caravans na. Klopt, ze hadden 10 caravans erin staan. Ze zijn gewaarschuwd en met een dwangbevel. Ze hadden de juiste datum niet meer voorradig. Dat was augustus 2013. Ze waren een week te laat, stonden nog 3 caravans. De gemeente kende geen pardon. Een week te laat, €10.000 boete. Nou, dat vind ik onvoorstelbaar. En met mijn heel veel burgers. De menselijke maat is totaal zoek. En daarom zeg ik, je zorgt altijd voor de dag van morgen. Maar ja, op een gegeven moment houdt het op. En dit vind ik dan onrechtvaardig natuurlijk. Dus dan, die onrechtvaardig? Dat is de, ja.